En de verwachtingen worden steeds hoger om 1-1 tegen Noorwegen, 4-0, best aantrekkelijke wedstrijd en even Turkije verslaan. Nee, kijk naar de uitslag. Kijk naar Italië, Europees kampioen. Je hebt nu 2 keer gelijk gespeeld. Het is allemaal niet zo makkelijk. Het verdedigende voetbal heeft zijn intrede gedaan. En er wordt voor geapplaudisseerd na afloop. Ja. Dat is de tendens van het huidige voetbal. Dankjewel, Martijn. Valentijn. Ja, hierop voortbedurend, maar degene die applaudisseert ben jij. Jij wil ook zo spelen. Zoals Chelsea en Liverpool. Is dat verdedigend voetbal in jou? Ja, wat Chelsea doet wel, ja. Helemaal niet, Valentijn. Je hebt er helemaal geen verstand van. Het spijt me dat ik het moet zeggen. Ja. Maar je bent gewoon een journalist. Ja. En je wil jouw visie doorvoeren. Maar je hebt geen visie in voetbal. Nee. Je hebt een visie voor de krant. Fantastisch. Ja. Je trekt aandacht enzovoorts. Maar met 5-3-2 of 5-2-3 kan je ongelooflijk goed aanvallen. En Chelsea laat dat iedere keer zien. Met verschillende opstellingen. En ik neem een petje af voor meneer Tuchel. Dus want die heeft halverwege is hij ingestapt. Dus jij hebt genoten van Chelsea, Manchester City, heb jij genoten meer...